Is China groter dan Amerika? Hoe is het mogelijk? Dat kan niet. 5 januari, de podcast met Maarten van Rossum live in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Jij kunt erbij zijn. De kaartjes die zijn vanaf nu beschikbaar. En als je erbij wil zijn, koop dan snel je ticket, want er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast. We are exceptional. We are the greatest nation on earth. We are God's own nation. Nou ja, dit werk. Dat is het eigenlijk. Ik las laatst en ik ben ervan overtuigd dat het waar is. Dat China is in allerlei opzichten een kapitalistischer land dan de Verenigde Staten zelf. Okay. Die zich met name ook binnenlands niet bepaald houden aan, laten we zeggen, de meest verstandige regelgeving voor een kapitalistisch systeem. Het Van Rossum, kunt u mij horen? Waar wil jij de geschiedenis van China laten beginnen? Ja, dat is even wat. Ik heb me nu voorgenomen. Hoe laat is het nu? Even kijken. Het is nu 3:10, 14:40. Nu springt hij naar 14:41. Oké, nou dan gaan we toch eerst even introduceren. Ik wil eerst iets over, zeg maar, geopolitiek zeggen. Oké. Omdat ik alsmaar in de krant lees dat er oorlog komt en dat Biden nu weer verklaard heeft. Hij gaat Taiwan verdedigen. Wat er ook gebeurt, Taiwan zal door de Amerikanen verdedigd worden. Ik hoor van mensen van, ja, kan dat uit de hand lopen? Nee, mevrouw, meneer, dat kan niet uit de hand lopen. Beide partijen kijken wel link uit. Ik vind het ongelukkig en bijzonder onverstandig dat beide partijen zich hebben laten verleiden tot allerlei kermisretoriek over dat Taiwan is een noodzakelijk onderdeel van China. Nou ja, wie weet, misschien. Maar in ieder geval op dit moment niet. En de kans dat China een omvangrijke oorlog en of militaire confrontatie met de Verenigde Staten zou beginnen over Taiwan, die kans lijkt me nul. Of ze zijn echt gek. En mijn indruk is dat de Chinezen in ieder geval minder gek zijn dan een deel van de Amerikaanse overheid in de afgelopen jaren geweest is. Dat daar vaak wel enige rationaliteit in schuilt. Dus nee, ik denk niet dat dat zo is. Iets anders dat betreft die Hongkong, ja, dat is een onderdeel van China. Dat is door de Engelsen gepacht tot 1999 en toen weer teruggekeerd naar China. En ze hebben beloofd, niet waar, was het ook weer één natie, twee staten. Maar het is een feit dat ze zich in Hongkong niet erg netjes aan de regels die ze hadden afgesproken hebben gehouden. Dat is betreurenswaardig. Maar ik wil met name het idee, kijk, dat dan lees je altijd, ja, China, dat is nu de grootste economie ter wereld. Ten eerste is dat niet helemaal zeker, want dat hangt erg af of je kijkt naar de valutakoers of dat je kijkt naar koopkrachtpariteit. Naar koopkrachtpariteit is de Chinese economie de grootste ter wereld, daar bestaat geen twijfel over. Als je kijkt naar valuta, dan is dat in mindere mate het geval. Als deel van de wereldeconomie, daar hebben we het volgens mij ook al over gehad, is China zoiets als de Verenigde Staten en de Europese Unie. Want gek is, je leest alleen over de Verenigde Staten en de Europese Unie, alsof dat de enige reusachtige economische eenheden in de wereld zijn. Maar we hebben er nog een, daar zijn we zelf lid van. Dat een deel van de krankzinnige bevolking van Nederland daar weer uit wil, dat is nou weer wat anders. Daar zullen we het vandaag niet over hebben. Dan moet je, om te wensen dat we uit de EU stappen, moet je zo krankzinnig zijn dat daar verder ook geen discussie over mogelijk is in dit verband. Ik zeg het even tussen haakjes. Zolang rechts in Nederland, zolang zeer rechts in Nederland zulke rare ideeën heeft over de naaste toekomst, wordt het niks met u. Zorg nou dat u verstandige ideeën ontwikkelt. Er zijn ook wel verstandige ideeën die eventueel in uw rechtse kader kunnen passen. Maar als u uit de EU wil en terug naar de gulden en allerlei andere poppenkast, dan weet u zeker dat u volkomen marginaal blijft, zoals u nu ook bent. U maakt wel veel lawaai, maar uw betekenis is gering. Goed, dan gaan we terug naar China. En dan wordt dat idee dat China ook gaat China de wereld overheersen. Je ziet van die omslagen van tijdschriften en een gigantisch monster, meestal in de vorm van een vuurspuwende draak. Nee, dat gaat helemaal niet gebeuren. Om een vrij eenvoudige reden. Kijk, er is een groot verschil tussen de Sovjet-Unie in de tijd van de Koude Oorlog. Dat was een alternatief economisch systeem.
En de Sovjet-Unie was in grote trekken was die autonoom in economisch opzicht. Dat heeft ze ook trouwens tenslotte de das omgedaan. Het systeem functioneerde niet, zeker niet in confrontatie met de wereldeconomie. China is geworden wat het nu is, door nou juist wel te participeren in de wereldeconomie. We gaan straks kijken hoe ze dat precies georganiseerd hebben, als we er nog tijd voor hebben. China is in die zin helemaal niet een, laten we zeggen, een land wat uitzicht uit, wat de wens koestert om de wereld te overheersen. Nee, China is een land wat op een normale wijze participeert in de wereldeconomie. Dat het wel misschien in allerlei opzichten een concurrent is voor andere industriële mogendheden. Ja, dat is waar, maar dat, wat is daartegen? In die zin is de EU ook een concurrent van de Verenigde Staten, of de Verenigde Staten van de EU. Dat China in sommige gevallen zijn economische macht misbruikt, is waar. De Australiërs hadden iets kritisch gezegd en die krijgen meteen op een lazerij. En Australië is voor de levering van grondstof in hoge mate afhankelijk van China. Dat geldt natuurlijk voor allerlei landen in die regio. Ja, China is daar de economische reus. Laten we niet vergeten, dat doen de Verenigde Staten doen dat ook. En daar hebben we DHL. Dat is in die, altijd als wij opname hebben, dan komt Deutsche Post. Ja, DHL groep. Ook altijd met dit autootje. Hij is nu van plan om bij de buren naar binnen te rijden. Dit alles, deze ongelooflijk complexe manoeuvre, voert hij uit terwijl hij zit te telefoneren. Dat zag je zeker wel. Ja, dat zag ik. Ja. We zijn maar blij dat we niet geraakt zijn. Schelde geen haatje. Nee, China is een, hoe groot ook, een normale participant in de wereldeconomie. En dat niet alleen. China is ook, ja, is China een bedreiging? Nee, nee, dat wil zeggen, wij zijn, wij, ik bedoel met wij het Westen. En zolang de Verenigde Staten en Europa een beetje op hetzelfde rails blijven rijden, niet waar, zal dat ook wel zo blijven. Kijk naar hoe de bondgenootschappelijke systemen, of laten we zeggen, normering van industriële producten, al dat soort van dingen, niet waar, die worden in feite nog steeds bepaald door de wereldeconomie die door westerse landen gedomineerd wordt. Heeft China een alliantiestructuur zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten hebben? Nee, absoluut niet. Ze hebben de bondgenoten van China zijn Noord-Korea, Sudan en ja, nog een paar van die volkomen mislukte staten. Oefenen ze invloed uit doordat die politiek waarbij ze logistieke oplossingen aanbieden aan tal van landen? Ja, dat doen ze. Maar dat hadden wij ook kunnen doen, maar daar hadden wij geen zin in, want daar verdienen we geen geld aan. Dus we hebben dat nagelaten, zij doen het wel. En kunnen op die manier, de druk die zij uit kunnen oefenen is vaak van economische aard en niet zozeer van politieke aard. Het kan ze ook geen zaak schelen wat voor systeem een land erop na heeft. Ze hebben de haven van Piraeus gekocht. Is dat erg? Ik denk eerlijk gezegd dat niemand de haven van Piraeus wilde hebben. Behalve de Chinezen die dachten, nou wacht eens even. Dat kan onder omstandigheden, kan dat het toegangspoort tot Europa zijn. Wie weet hoe de omstandigheden kunnen veranderen. Overigens is Europa een belangrijke handelspartner van China dan de Verenigde Staten. Ik zeg het maar even. Dat zijn allemaal zaken ter overweging. Nee, China is niet een land wat moeiteloos de wereld gaat domineren. Veel ernstiger bedreiging voor de stabiliteit van de wereld en ook van de wereldeconomie in de komende 20 jaar is niet China, dat zijn de Verenigde Staten. Het land namelijk wat in hoge mate verantwoordelijk was voor de creatie van het systeem wat nu bestaat. Ten eerste houden ze zichzelf meestal helemaal niet aan de regels. Hè, want je weet, wordt altijd, ja, de Verenigde Staten geven leiding aan een rules-based system. Nou ja, er is een soort rules-based system, al overtreedt iedereen de regels wel als het hem zo uitkomt. Maar als er nou één land is wat zich totaal niet houdt aan de rules van het rules-based system, dan zijn het de Verenigde Staten wel in velerlei opzicht. En dat niet alleen, maar we leven in de Verenigde Staten met de voortdurende dreiging, niet waar, van populistische gekken. Die in feite bereid zijn om vanwege de binnenlandse politiek het hele rules-based system te torpederen. Denk aan Donald Trump.
Gek genoeg hebben naar mijn idee de Verenigde Staten er alle belang bij om samen met de EU in feite, niet waar, te blijven werken aan een rules-based system. De grootste bedreiging daarvoor zijn niet de Chinezen, maar zijn de Amerikanen op termijn. Daar moet je bang, we moeten bang zijn voor potentiële ontwikkeling in de Verenigde Staten. Die zijn er nog niet, daar heb je hem weer. Hij gaat nu weer, al telefonerend, rijdt hij achteruit en vooruit de stoep op, de tuin in. Het is werkelijk een ongelofelijke. Ik denk dat het jouw verjaardagscadeaus is in het afleveren. Zou dat het zijn, ja. Dat hoop ik. Ja. Een sportwagentje. Ja. Dat zal het zijn. Nee, dus we moeten die Chinese dreiging, die moeten we bepaald niet overschatten. Gebeurt natuurlijk wel. Want dat is opwinding in de tent en een nieuwe heerschappij. Zo zit het helemaal niet. Nogmaals, China bestaat bij gratie van het rules-based system. Dat is het. We zullen ook zien dat ze hun roei te danken hebben niet aan communistische ideeën, maar juist aan het feit dat ze de ruimte hebben gecreëerd voor een typisch westerse aanpak. Ik las laatst en ik ben ervan overtuigd dat het waar is, dat China is in allerlei opzichten een kapitalistischer land dan de Verenigde Staten zelf. Okay. Die zich met name ook binnenlands niet bepaald houden aan, laten we zeggen, de meest verstandige regelgeving voor een kapitalistisch systeem. En dan toch één tussenvraag, waar is Amerika bang voor? Nou, dat begrijp ik eigenlijk niet helemaal. Ik denk dat Amerika het allerbangst is. Kijk, mensen zijn meestal bang vanwege symbolische ontwikkelingen. Dat mensen in de wereld zullen zeggen, god, die Verenigde Chinezen doen het eigenlijk beter dan Amerikanen. God, zou China niet eigenlijk een grotere economie zijn dan Amerika? China groter dan Amerika? Hoe is het mogelijk? Dat kan niet. We are exceptional. We are the greatest nation on earth. We are God's own nation. Dit werk. Dat is het eigenlijk. En je hebt ook het gevoel dat die hele retoriek van China een existentiële dreiging. Hoezo? Waar? Ja, als de Chinezen de spullen beter en sneller maken dan de Amerikanen, dan moet je niet ouwe hoeren. Dan moet je zorgen dat je eigen systeem natuurlijk beter op orde is. Ja. Die problemen met de Amerikaanse staalindustrie, die hebben ze voor het overgrote deel aan zichzelf te danken. Mm. Omdat ze niet op tijd en niet in hoog tempo gemoderniseerd waren, werden of hebben toen dat mogelijk was. De staalindustrie is vernieuwd door de Japanners. Wie levert een reusachtig spiksplinter nieuwe staalfabriek aan China als het zich gaat ontwikkelen? Dat is Japan, niet de Verenigde Staten. Hoe komt dat? Omdat de Verenigde Staten de boel hebben laten sloffen, omdat ze dachten, we are exceptional. We are the greatest nation on earth. Wij kunnen alles beter dan alle andere mensen in de wereld. Mm. Het bekende onderschatten van de mogelijkheden van de Sovjet-Unie om een atoombom te bouwen. De Amerikanen wisten zeker in Russen daar veel te stom voor waren. Dat kon generaties gaan duren voordat de Russen een eigen bom hadden. En verdomd, de Russen hadden binnen 4 jaar een eigen bom. Weliswaar deels door spionage, maar desalniettemin, ze hadden er geen. Dus ja, de Amerikanen die... Kijk, vergeet niet dat sinds 1870, ongeveer, is de Amerikaanse economie de grootste economie ter wereld. Zeker na 1945, nietwaar, kun je toch wel spreken van een soort American century. Amerika was in allerlei opzichten gedurende alle Koude Oorlogjaren de dominante macht. Werd ons altijd ten voorbeeld gesteld. De Amerikaanse economie functioneerde beter. Als je kijkt naar de jaren 50, ja, Amerika was een efficiëntere producent van allerlei goederen dan bijvoorbeeld in Europa. Dat verschil is al lang ingehaald. Japanners zijn in allerlei opzichten de efficiëntste producenten van goederen. En misschien nu ook de Zuid-Koreanen en de Chinezen, dat weet ik niet precies. Maar dat komt dan omdat wij de boel hebben laten sloffen. Wij even het Westen. Als je dan ingehaald wordt, dan moet je je voorstellen, jij hebt al 25 jaar heb jij de snelste, grootste en meest glanzende auto van de buurt. En tot je totale ontzetting. Niet waar, ietsje buiten jouw buurt is in een voormalige achterbuurt is een huis ontstaan van waar een meneer woont. En die na enige tijd blijkt die een nog grotere auto te hebben die bovendien voor de helft van de prijs geproduceerd is. Nou, je raakt helemaal van slag af. Dat is het eigenlijk. Amerika is van slag af omdat ze zelf
eigenlijk wel begrijpen dat ze er een zootje van gemaakt hebben. Ja, maar daar ligt dus ook een kans om het beter te maken. Alleen dit geluid hoor je helemaal niet in Amerika. Nee, precies. Dat heb ik ook wel eens eerder gezegd. Kijk, Amerika is één grote, hecht georganiseerde zelffelicitatiedienst. Hè? It's the greatest nation ever. Wij zijn de redders van de wereld. De enige echt noodzakelijke natie. Maar ze kunnen toch wel kritisch zijn? Op zichzelf? Ja, zelfkritisch? Ja, maar ze, dat, op zichzelf is er best kritiek in de Verenigde Staten, op de Verenigde Staten. Maar veel te weinig naar mijn idee. Okay. Ook de politici durven dat totaal niet aan. Die zou ik eens moeten zeggen dat er natuurlijk ongelooflijk veel mis is. Ja. In Amerika is van alles mis. Op vrijwel elk denkbaar niveau zijn dingen echt ernstig mis. Ja. Wat ik niet wil zeggen dat Europa of China... Dat hebben we het ook eerder over gehad. Het probleem van de wereldeconomie is dat er dus één systeem is. Dat is de Europese Unie. Die naar mijn idee de beste oplossing biedt ook voor... de verdere mondiale organisering van de industriële revolutie, om het maar even zo heel ruim te formuleren. En dat twee van de grootste spelers, de Verenigde Staten en China, dat nazistaten zijn. Met alle nadelen van dien. Vlaggenwapper, altijd de meeste gouden medailles willen winnen. Ja, dan zouden ze in een land moeten zeggen, jongens, flikker op met die gouden medailles. Het is allemaal doop, het zijn allemaal doopmedailles. En we gaan daarmee stoppen. Nou ja, in ieder geval dat soort idee. Hè. Waar ook kleine landen aan leiden. Hè. Want ook de NRC, die als er Olympische Spelen is, dan krijgen we altijd zo'n... de voorpagina krijgen we zo'n lijstje. Met gouden medailles in het goud gedrukt, de zilver. En wat hebben we ook deze keer weer. Een ontzaglijke hoeveelheid medailles verdiend. Het is ongelooflijk. Ik was zelf helemaal warm van binnen. Dat ik dacht dat ik toch een Nederlander ben, dat ik een onderdeel ben van een zo superieure natie. Het zijn wel een klein klote landje, maar wij zijn wel. Hè. Ja, dat nationale gevoelens, dat kan heel makkelijk ontsporen. Mm-hmm. En is vaak van een volstrekt onredelijke aard. Ja. Wat niet wegneemt dat Nederland relatief gezien een heel prettig land is. Zou ik liever in de Verenigde Staten willen wonen? Nee, absoluut. Naar sommige plekken misschien eventueel wel, maar meestal niet. Zou ik in China willen wonen? Nou, voor geen geld, kan ik je wel zeggen. Dus, oké. Maar dus, is China een existentiële bedreiging? Nee. China is een concurrent in een systeem waarvan wat tegenwoordig eigenlijk van mondiale aard is. Er zijn een paar volledige outsiders, Noord-Korea en dat soort van landen. Maar die vind ik ook wel, dat is eigenlijk het openluchtmuseum van de waanzin. Dat moet ook echt in stand gehouden worden, vind ik. Want daar zijn ze zo gek. Nou ja, je ziet hoe een land, wat er kan gebeuren met een land wat op het verkeerde spoor terechtkomt. Dus nu moeten we iets over China zeggen. Ja. Want wat ik nu net over Noord-Korea zei, dat was in China natuurlijk. Daar zijn de communisten aan de macht gekomen in 1949. En de leider van die communistische partij, dat was Mao Zedong. En Mao Zedong was een groot revolutionair, maar jammer genoeg was hij verslaafd aan revoluties. Hij wou alsmaar de zaken in beweging houden, want anders zou het inzakken en allemaal routine worden. Dat was de bedoeling niet. China moest revolutionair ontwikkeld worden. En wie was er voor 1949 aan de macht? Nou, eigenlijk niemand. Warlords, Chiang Kai-shek. Er is een hele lange periode geweest van burgeroorlog tussen de nationalisten en de communisten. Die burgeroorlog is tenslotte gewonnen door de nationalisten. Dit speelt zich allemaal af na beëindiging van de Japanse bezetting, omdat een groot deel van het oostelijke China was door de Japanners bezet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, die verdwijnen natuurlijk na afloop dat ze de Tweede Wereldoorlog kapitaal verloren hebben. Waar je ook denkt dat mensen überhaupt nog denken in termen van serieuze grootschalige oorlogvoering. Dat je ook denkt van, je zou toch redelijkerwijs met elkaar kunnen afspreken. Niet waar dat je ophoudt met enorme, gigantische bedragen te stoppen in het voorbereiden op een oorlog waarvan eigenlijk iedereen wel weet dat die hoogstwaarschijnlijk niet zal komen. En als die wel komt, is het totaal mondiaal rampzalig. Anders kun je het niet noemen. En we mogen toch aannemen dat niemand dat een leuk plan vindt.
Ja, gaat China met geweld Taiwan veroveren? Nee, natuurlijk. Je gaat rustig afwachten hoe dat geleidelijk. Nou ja, wacht af. Dat was het beleid van Deng Xiaoping. Wacht af. En dan zul je zien dat allerlei dingen zich vanzelf oplossen. Soms op prettige wijze. Dus dat voor die tijd. Ze hebben die burgeroorlog, die nationalisten. Ja. Wijken uit naar Taiwan. Dat waren de nationalisten. Oké. Okay. En gek genoeg, omdat wij, althans de Verenigde Staten, die toen de baas waren in de wereld, echt de baas, die wouden communistisch China niet erkennen. Dus Taiwan had eigenlijk de zetel in de Veiligheidsraad die aan China toekwam. En dat was natuurlijk een hele wonderlijke zaak, dat een betrekkelijk klein eiland met een betrekkelijk kleine bevolking, dat een van de veto-machten in de Veiligheidsraad was, dan volkomen getikt. En als dan de Amerikanen uiteindelijk wel China erkennen, en dat is begin jaren 70, als Kissinger reist naar China. Nou ja, zij zagen er voordelen in om in feite China en Rusland een beetje tegen elkaar uit te spelen in een soort van triage, waarbij zij in feite dan de macht zouden kunnen handhaven. Wat best wel wat in zat, op zichzelf een realistisch beleid. En Mao ze toen voelde er ook wel voor, want je had ondertussen enorme herrie gekregen met de Russen over alle mogelijke zaken. Ja. En vanaf dat moment toen is Taiwan is die zetel in de Veiligheidsraad verloren en communistisch China neemt tegenwoordig die zetel in de Veiligheidsraad in. Die Veiligheidsraad die natuurlijk totaal verouderd is, dat moeten we wel even constateren, omdat daar nog twee Europese mogendheden in zitten, te weten Engeland en Frankrijk, die natuurlijk toen ze erin kwamen, kon je Engeland nog als een mondiale macht zien? Nou, moest je echt een heel speciale bril opzetten. Churchill dacht er zo over, maar Frankrijk natuurlijk in de verte niet. En ja, het is natuurlijk absurd dat zij in die Veiligheidsraad zitten. Ja. Maar je begrijpt ook wel dat ze er niet uit willen, want het is nog een soort. Ja. Het is een herinnering aan wat ze ooit geweest zijn. Kun je daar Europa niet vertegenwoordigen door één stem? Met meer zwaarder recht? Nou, het is natuurlijk te gek voor woorden dat de EU zou een vaste plaats in de Veiligheidsraad moeten hebben. Ja, als EU als geheel. Maar wat dacht je van India? 1300 miljoen inwoners. Wat dacht je van Brazilië? Ja. Nee, dat Frankrijk en Engeland daar zitten, ja, je begrijpt het wel. Ik weet niet, als ik een Fransman was, of ik zou zeggen, nou joh, weg daarmee. We gaan Europa. Nee, maar ja, Engeland vertegenwoordigt nu niet meer de EU. Nee, maar eigenlijk zou Ursula von der Leyen daar moeten zitten, bij wijze van spreken. Ja, precies, ja. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Wat natuurlijk de EU is een immense economische macht. Ja, dat, zo zien wij dat niet, omdat we altijd toch voor een beetje beperkend Nederlands denken. Hoewel wij nu weer een enorme rol spelen, omdat Rutte die Polen van de waarheid gaat aanzeggen in Brussel. Maar goed, waar waren we nu? Mao Zedong. En Mao Zedong heeft, dus, nadat hij eenmaal had gewonnen in die burgeroorlog, het land is verenigd Nou goed, de ergste uitwassen van de chaos die daar bestond, die zijn effectief bestreden. Maar in feite heeft Mao Zedong aan zijn eigen land enorme schade toegebracht. Dat begint in de jaren 50 met de zogenaamde grote sprong voorwaarts. Dat was een idee om op het laagste, meest primitieve, kleinschalige niveau te beginnen met staalindustrie en industriële ontwikkeling. Dat is uitgedraaid op een gigantische mislukking, kan het niet anders noemen. Dat heeft weer geresulteerd in een omvangrijke hongersnood, waarbij niemand die het weet natuurlijk tientallen miljoenen mensen om het leven zijn gekomen. In plaats dat Mao Zedong daar nou iets van opgestoken had, nee, dus hij blijft de baas, ondanks deze kapitale mislukking, en begint in feite in de late jaren 60, jaren 70, met een nieuwe krankzinnige revolutie, namelijk de culturele revolutie. Het moest dus opgeschud worden, dus de studenten gingen de straat op, die mochten alles, die konden alles kort en klein slaan. Allerlei leiders van de revolutionaire beweging werden vernederd en die moesten uit hun huis en die moesten op het platteland gaan wonen. Kortom, een ramp. Volkomen chaotisering van China. De universiteiten hebben jaren stilgestaan. Het was dramatisch. Dus uiteindelijk, deze man was aan de macht. Dus terwijl Mao Zedong was aan de macht. Ja, wacht even. Wees niet ongeduldig. Hij gaat vanzelf dood. Ja, want dat is het fijne. Wat je ook doet, je gaat tenslotte vanzelf dood. Hij ook. Ja,
Ja, je hebt natuurlijk regelmatig die nieuwe messiassen waar jij... Jij zei, er zijn geen messiassen, het wemelt van de messiassen. De nieuwe messiassen zeggen ook vaak dat ze niet dood zullen gaan. Hè? Vandaar dat ook voor hun aanhang vaak een enorme schok is als ze dood gaan. Maar goed, Mao Zedong was de messias voor China natuurlijk. Nog als je naar het plein van de hemelse vrede en je kijkt naar dat paleis, dat is dan een reusachtige portret. Wat er hangt, dat is Mao Zedong. Maar eigenlijk maakte hij er een chaos van. Een totale chaos. Hij heeft zijn land echt immense schade toegebracht. China had veel eerder kunnen beginnen aan een reële economische ontwikkeling. Nou goed, dat is dus niet gebeurd. Mao gaat dood. Het zal je genoegen doen, maar Mao gaat dood in september 76. En hij wordt opgevolgd door een door hem aangewezen opvolger. Ik zal iedereen al die Chinese namen besparen. Maar die opvolger die zit dan met het probleem van de zogenaamde Bende van Vier. De Bende van Vier werd aangevoerd door de vrouw van Mao Zedong. En die was erg voor die radicale aanpak en zo. En die wilde in principe ook doorgaan met die radicale aanpak en de macht overnemen. Als Mao was dood was gegaan. En die was nu ondertussen dood gegaan. En dat moet gezegd worden. Die opvolger van Mao, waarschijnlijk hoe moet je dat zeggen, in een bondgenootschap van andere leidende figuren in de partij, die hebben die Bende van Vier, die hebben ze gearresteerd en veroordeeld. Ik weet niet of ze, en uit het hoofd, die vrouw van Mao is gewoon wel normaal gestorven, maar ik geloof niet dat ze dood hebben geschoten. Daar wil ik nog even vanaf zijn. Ondertussen duikt Deng Xiaoping op. Deng Xiaoping was een oude kameraad van Mao. Die was toen ook al, die was van 1904. Dus die was in 76, was die al 72. Deng was net weer gezuiverd door Mao en op het doodspoor gezet. Maar had zoveel, achting in de partij. Men was zo overtuigd van zijn enorme managerial begaafdheden. Dat hij eigenlijk stap voor stap weer terugkeert aan de top. En dat proces van stap voor stap, dat is eigenlijk eind 78 voltooid. Dan blijkt uit allerlei optredens en toespraken, stukken in de krant, dat Deng Xiaoping in feite terug is als de grote machthebber. Hij is nooit een soort totale alleenheerser geweest in de zin dat Mao dat was. Er was ook in het politbureau, waren er vaak discussies over alle mogelijke zaken. En dan kon hij niet in zijn eentje de dienst uitmaken, maar hij was wel de dominante figuur. En dat is hij gebleven tot in de jaren 90. Hij is tenslotte overleden in 97, als ik het wel heb. Dus toen was hij 93. Als je ook denkt dat hij een kettingroker was. En wat hij beleefde in zijn leven, is het een godswonder. Het was een heel klein mannetje. Maar wel een vrij unieke figuur. En eigenlijk, Deng Xiaoping, ongetwijfeld gesteund door een meerderheid van het toen zittende politbureau, die besluit eigenlijk dat zij moeten beginnen aan een ingrijpend hervormingsproces. Het kan zo niet verder. Waardoor kwam dat? Dat ze dat op dat moment dachten? Omdat de Chinese economie echt waardeloos functioneerde. Okay. En met name de landbouw zo slecht functioneerde dat er op tal van plaatsen in China honger werd geleden. De graanproductie was sinds halverwege de jaren 50 was de graanproductie niet toegenomen. En voordat we nu verder gaan met het verhaal, moeten een aantal wonderlijke dingen over China worden opgeobserveerd die de meeste mensen eigenlijk niet wisten, ik ook niet hoor. Maar China was een heel sterk gedecentraliseerd land. Het was wel een dictatuur van de partij, maar het was toch sterk gedecentraliseerd. Dat wil zeggen, de leiders van de diverse provincies hadden vrij uitgebreide bevoegdheden om te doen en te laten waar zij zin in hadden. Nee, je moest niet al te ver buiten de partijkaders gaan stappen. Dat was nou weer niet de bedoeling, maar oké. Er was een vrij aanzienlijke autonomie in de diverse provincies. Zoals Duitsland nu een beetje. Ja, zo zou je het misschien kunnen zeggen. En dat bood ook de mogelijkheden voor experimenten. Want je kon in zo'n provincie, die provincie, dan denk jij natuurlijk aan een provincie Utrecht of Groningen of zo. Die provincies moet je eigenlijk vergelijken met, die zijn zo groot ongeveer als Europese landen, grote Europese landen, zegt Frankrijk, met ook zo'n bevolking. Want er wonen natuurlijk wel 900 miljoen mensen in dat land. Dus je kunt je voorstellen dat een beetje provincie in China had gauw al 30, 40, 50 miljoen inwoners.
Dus een experiment was ook vaak op grote schaal. Precies, precies. En waar werd natuurlijk... Was er een plan voor de verdere economische ontwikkeling? Nee, daar was geen plan. He, wat zei Deng Xiaoping erover? We hebben eigenlijk geen plan. We are crossing the river by feeling for the stones. He? Je kunt je er iets bij voorstellen dat je kijkt. Is er We gaan het gewoon doen en we zien wel wat we tegenkomen. Ja, hij heeft ook wel eens gezegd, ja, waar kan mij het schelen hoe het precies gaat? Ik bedoel, of ik nou een witte kat heb of een zwarte kat, dat kan mij geen bal schelen. Als ze maar muizen kunnen vangen, dan is het goed. Een beetje hetzelfde. Hij had een hele reeks van dit soort van, laten we zeggen, beans en waarheden die regelmatig gebruikte. Maar die denk ik wel een juist beeld geven van wat de werkelijkheid was. Nieuwe Messias, ze zeggen ook vaak dat ze niet dood zullen gaan. Hè?